Kijk even wat ik ga doen. Goedemiddag. Hallo. Mag ik even praten? Ja, natuurlijk. Nou, ik ben net gevraagd om een legitimatie. Waarom vroeg je het nou eigenlijk aan mij? Omdat je jonger bent dan 25 jaar. Ja? Zie ik er zo uit? Ja. Ik heb het natuurlijk niet voor niks gedaan, want ik kreeg namelijk een vraag van Aileen. Hey Mark, ik werk echt al heel lang bij de kassa. Maar waar let je nou eigenlijk op bij een alcoholcontrole? Niks niet. En ook in Rotterdam. Niet roken en niet drinken. Hey, hoe actief zijn jullie bezig met dat niks 18? Heel actief. We moeten dagelijks in het shift praatje vertellen aan de kassières. Dat ze moeten blijven vragen. Vragen. Nou, dan heb ik nu nog een paar leuke foto's. En dan ben ik benieuwd of u dan zou vragen om legitimatie. Ja, deze zou ik vragen. Dus een baard, dat wil niet gelijk zeggen dat iemand oud is. Dat klopt. Zou je het aan haar vragen? Nee. Zij is wel te jong. Aan haar had je het wel moeten vragen. Helaas. Ja. Zou je het aan haar vragen? Wat was Zij is 28. Ja, ik zou het ook aan haar vragen. Goed gedaan. En de volgende? Zou je het aan hem vragen? Nee. En tot slot, heb je nog een paar tips voor andere kassières? Ja, zeker weten. Blijf kalm en durf te vragen. Durf je het alsnog niet te vragen om teamleider om hulp? Uitleg aan de klanten waarom we het ook moeten vragen. Schat je degene verkeerd, geef je als cadeau een chocolaatje mee. Nou, ik heb het niet verdiend, maar ik eet toch zo'n mooi chocolaatje. Njam, njam, njam. Dankjewel.